Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met buienwolken die vanaf de Noordzee over ons land trekken. Maar als de wind in de loop van de dag gaat draaien van noordwest naar zuidwest, dan beginnen die langzaam te verdwijnen. Maar in de ochtend is het nog niet zover. Verspreid over het land een aantal buien, tussendoor af en toe zon en ongeveer 11 graden op de thermometers. Vanmiddag wordt het een graad of 15 en dan begint het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen droog te worden. Rustig weer dus met 14 of 15 graden op de thermometers. In de avond begint de bewolking van het zuidwest-uit echter alweer dikker te worden. En dat op nadering van een nieuwe storing. Die storing heeft een naam: dat zijn restanten van orkaan Lorenzo. En die trekken morgen in de loop van de dag over ons land. Orkaankracht, daar is helemaal niets meer van te merken. Maar het waait wel uh, uit uiteenlopende richtingen. Vooral in het noorden hebben we een oostenwind met 11 graden. In het zuiden is de wind westelijk en wordt het 16 graden. Buig weer dus met later op de dag langzaam wat drogere perioden. Een opmaat voor een droge zaterdag met periode met zon 13 graden en een matige oostenwind. Zondag trekt er weer een storing voorbij met wat regen. En maandag is het weer op de meeste plaatsen droog. We doen het dan met 12 graden en dat is wat fris voor de tijd van het jaar. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.